Nou, het begint alweer de strijd over die filmserie. Nee. Ja, wel, luister nou even. Ik zal... niet. Nee, hou nou even. Dan ik doe ik het. Niet. Oh. Ik zeg, wat moet informatie. Het nemen? Hij zegt dus... Hendrik en Piet zijn het eens dat ze het niet eens zijn. Dus zijn we het ik eens. Even praktisch, jezus, wat een bek vol. Dus mijn voorstel was, ja, Piet en Hendrik zijn het niet eens. Dat is toch gewoon een goede, grappige titel. Nee, het is allemaal negatief. Wat was het ook alweer, hoe wou je het zeggen? Piet en Hendrik zijn het eens dat ze het niet eens zijn. Dus zijn wij, uiteindelijk zijn we het eens. Dat vind ik een veel nou, dat werkelijk, daar heb je de lachen al te pakken, man. Ze hebben er al zin in als ze die titel horen. Oh, dit is het. Dan hou het nou even simpel. Dat is, je moet het ook doseren. Ik hoor jouw boze stemmetje alweer. Jij gaat uit alsof wij conflict hebben. Maal. Ik heb met niemand conflict. Ik heb gedachtenwisselingen met mensen. Ik hoef mijn deel niet op te dringen. Ik hoef niemand te overtuigen. We hebben gedachtenwisselingen. Dus we hoeven het ook anders niet eens te zijn. Dus mee. We zijn het eens, of het niet eens, hoeven te zijn. Zullen we daarin veranderen? Dat is een suggestie. Dat is een origineel. Die hebben we nog nooit gehoord. We zijn het eens dat we het niet eens zijn. Bitch. Jezus. Laat dat woordkeuze nou toch aan mij. Dat is toch gewoon... Dat is mijn instrument, die woorden. Ja, de mijne ook. Dat zijn we het ook over eens. Godverdomme. Ja, maar wat dat betreft... ben jij een beeldhouwer en ik een... het is nou eenmaal zo. Zo van die Japanse tekenkunst... dat getrut, zeg maar. Dus dat is wel een verschil. Ik vind het weinig liefdevol wat je nu te melden hebt. Oh god. Oh Piet, ooit hoop ik zo ver te zijn als jou, kerel. Hoe doe je het toch? Pak mijn hand, Hendrik. Ja, het is goed.